Excelsior was half november nog de koploper in de keukenkampioendivisie. Het is nu in het witte tenue op bezoek op Zoudenbalg bij Jong FC Utrecht. Speciale wedstrijd voor Redouan El Yacoubi, die hier ooit speelde. Nu speler van Excelsior en die ploeg krijgt ook de eerste grote kans hier. Maar dan ligt Kevin Gadella, de doelman die onlangs een contract tekende, in de weg. Dit is Boussaïd. Opman Boussaïd met een goede actie en een goed schot. En daar de redding van Stijn van Gassel. Jong FC Utrecht won de laatste twee wedstrijden van Helmond Sport. En met 2-0 uit bij Jong PSV. En is ook in deze wedstrijd dus goed van start gegaan. Dit is Mees Rijks. Bal naar de rechterkant. Dan wil Mokono die bal wel hebben. Die wordt overgeslagen. We gaan naar de linkerkant waar nog altijd Boussaïd staat. Boussaïd probeert het opnieuw. Nee, het is een voorzet en die wordt maar net gemist. Daar door Cillian Mokono. Mokono terug van een blessure. Vorige week maakte hij zijn rentree tegen Jong PSV. En dat is een rechtsback die vaak ook mee naar voren gaat. En hier ziet hoe zijn ploeg Jong FC Utrecht een vrije trap tegen krijgt. Dallinga in de spits natuurlijk. De man die de vorige week twee scoorde tegen Jong Ajax. Toen het dus met maar liefst 6-2 werd gewonnen. De vrije trap leidt tot deze redding. Het is een wat aparte redding. Reuven Niemeyer pakt die bal op en die schiet hem knap in, zeg. Daar staan nog zeker 6 spelers en een keeper voor het doel. Maar Reuven Niemeyer schiet die bal snoeihard binnen. En daar zijn ze blij mee, die 50 meegereisde supporters uit Kralingen. Gadella werkt die bal wat merkwaardig weg. Niemeyer kan ook oppikken en heeft heel veel ruimte om te scoren. En dan is daar meteen dit moment daarna. Mokono, hij is net terug van een blessure. Maar het gaat helaas voor hem niet meer verder. En laten we hopen dat het meevalt. Hij wordt vervangen door deze man. Giuliani Eersteling. Achterstand is niet zo heel gek voor Jong FC Utrecht. En die pakte dit seizoen meer punten uit. 16. Dan hier thuis 12. Jong Utrecht dat ook na 7 speelrondes tweede stond met 14 punten. Daarna hebben ze er in totaal ook 14 bijgehaald. 28 dus in totaal. Eersteling net de inworp. En het schot is zeker niet slecht van Mohamed Malai. De hoekschop daar voor de ploeg van Darije Kalesic. En de kopbal tussen veel spelers van Excelsior in is nog knap van Mees Rijks. Van Gassel red. Tussen 3 man in komt Mees Rijks toch nog tegen die bal aan. En dan is Van Gassel eigenlijk de enige die wel oplet achterin bij Excelsior. Blijf hangen, wordt er geroepen op het veld. En dat klopt, dus kan die bal worden opgepikt. En daar is hij weer, Reuven Niemeyer. Scoorde leren van afstand. En ook dit is zeker geen ongevaarlijk schot van Niemeyer. Toch blijft de thuisploeg daar waar het kan aanvallen met Malai opnieuw. Combinatie met Eersteling. Shine. Daar gaat Malai weer. En de hoekschop voor Jong FC Utrecht. En daar staan nog altijd de fans van Excelsior, 50 stuk dus. Die zien dat hun ploeg nog altijd ook op voorsprong staat. Bal teruggebracht, het schot met rechts in één keer. Dat is een gevaarlijk schot van de invaller Ayman Selouf. Hij kwam in de rust voor Boussaïd. Zo krijgt met name Jong FC Utrecht wel kansen. Maar weet het vooralsnog niet te scoren. Hier gaat het mis in de opbouw. Overname met Van der Kust. Daar is Mees Rijks weer. Rijks draait zich daar knap vrij tussen twee mannen. En dan volgt er nog een schot van Remco Balk. Redding opnieuw van Stijn van Gassel. Eerder dit seizoen won Excelsior moeizaam in Kralingen met 2-1. Later 2-1 toen van Azarkan. Nu staat het 1-0 voor in de blessuretijd. En wordt het nog even benauwd als hier het volgende schot komt van Remco Balk. Maar opnieuw Stijn van Gassel in de weg ligt. En zo wint Excelsior moeizaam dat wel met 1-0 bij Jong FC Utrecht.